weten dat hij op 1 september 2018 in Anna Pallona roekeloos met zijn Peugeot over de sportlaan heeft gereden. Door daar als beginnend bestuurder en terwijl hij alcohol had gedronken en verdovende middelen had gebruikt, met een onverantwoord hoge snelheid te rijden. Door daar gevaarlijk een andere auto in te halen, door met onverminderde en veel te hoge snelheid een bocht naar rechts in te rijden en de controle over het stuur te verliezen. En daardoor is de auto uiteindelijk tegen een verkeerspaal en een boom gebotst en zijn 3 inzittenden, te weten, uit de auto geslingerd en ter plaatse overleden. En aan de andere inzittende is zwaar lichamelijk letsel toegebracht. Ik maak gelijk van de gelegenheid gebruik om een kleine wijziging van de telastenlegging te vorderen, zoals ook al aangekondigd door mij op voorhand. In plaats van overtreding van artikel 8 eerste lid wil ik telastenleggen artikel 8 vijfde lid. Dat maakt het gecombineerd gebruik van alcohol en verdovende middelen strafbaar.